Goedemiddag allemaal, ik ben Herman. Ik heet jullie hartelijk welkom hier op Hof Espeloo. Nou, mijn hobby's zijn aquajogging. En woensdags heb ik altijd een knutselclub. En donderdagavond zit ik in een muziek, in een Flying Birds. Dan doen we oefenen met muziek. En in mijn vrije tijd doe ik ook wel eens een tekening maken van een boerderij die hier in de omgeving is. Dat wilde ik jullie ook even laten zien. In de schuur maken wij zelf producten die wij ook zelf kunnen verkopen. We zijn nu bezig voor Kerstmis en we doen ook heel veel voor Pasen iets maken. Bijvoorbeeld uit een gezaagd bord, bijgeschaafd en geschuurd. En door de gewenste kleur van de verf worden de producten steeds mooier en die kunnen we dan gaan verkopen. De insectenhotels, ja, die worden ook door ons gemaakt. Daar hebben we verschillende onderdelen van. Stokjes en van die stukken boomstam waar gaten in komen. En wat u daar ziet achter je, hangt er ook in. Dus die is ook helemaal klaar. En daar komt wel een net overheen. Daar kunnen dus de dieren, die kunnen daar inkruipen als het ware. En die kunnen daar 's winters dan ook overnachten. Nou, ik ben hier ook werkzaam in de kantine. Helpen met koffie schenken en thee en chocolademelk. En voor de kinderen hebben wij ook limonade. En de mensen die kunnen hier, als ze dat willen, in de natuur lekker gaan wandelen. En ook fietsen. En de natuur wordt zelf door het landschap, voor de mensen van het landschap onderhouden. En het klauterwoud is ook door je landschap aangelegd. In het kabouterpad staan allerlei voorbeelden over kabouters die daar allemaal op zo'n paaltje staan. Wij onderhouden het kabouterpad dus helemaal zelf. Kijken of er verder niets ligt. En ook het zwerfvuil wordt door ons opgeruimd. Wij verkopen meel van de molen, bessensap en lekkere jam. En natuurlijk appeltaart en lekkere cake. Als ze de slagroom bij willen, serveren wij ook slagroom. Die appeltaart is eigenlijk toch wel de allerbeste.